Hoi, leuk dat je weer kijkt naar mijn kanaal. Vandaag doen we iets nieuws, namelijk een videobespreking. Die deed ik eigenlijk op een andere plek, maar ik heb besloten deze voortaan op dit kanaal te doen. Dus we gaan de Ghostbusters bespreken. Voor de iets oudere kijkers, jullie hebben hem vast al herkend, hè? Dat was een stukje Ghostbusters. Ik doe namelijk vanaf deze week ook filmbesprekingen op dit kanaal. En dit is de eerste. Ik ben vorige week samen met Dennis naar Pathé geweest in Eindhoven. Daar hebben we Ghostbusters Afterlife gezien in 4DX. En het was echt een feest van herkenning. Vroeger... Toen ik nog op de basisschool zat, toen begin jaren 80, halfwege jaren 80, 84, 85 volgens mij. Eerste Ghostbusters. Super, ik was er helemaal fan van. Super, super spannend vond ik dat. Ik kon zelfs het logo, kon ik, dat spookje met dat stopbord. Ik zal hem even in beeld zetten. Kon ik blind natekenen, zo fan was ik. Ray Parker Jr. natuurlijk. Something strange. Het plot. Wanneer Kelly met haar twee kinderen verhuizen naar een klein dorpje in Oklahoma, ontdekken ze al vrij vlug dat er een connectie is tussen hun familie en een originele Ghostbuster uit de jaren 80. Kelly heeft geldproblemen, wordt uit haar huis gezet en haar vader is overleden. Ze erft het huis en maar in plaats van een mooi leuk huisje treffen ze eigenlijk een heel akelig spookhuis aan in the middle of nowhere. Tijdens hun verblijf in dat spookhuis, zeg maar, gebeurden steeds meer rare dingen. You're saying he left us nothing? Well, I wouldn't say nothing. Ze ontdekken in de schuur ook steeds meer vreemde voorwerpen. Als je de oude film kent, dan herken je ze gelijk. De dochter van Kelly, de kleindochter van de originele Ghostbuster, dus, die neemt het voortouw en zet een actie op touw om het dorp, of eigenlijk de wereld, te gaan redden. Ik zal verder niet te veel verklappen. Echt gaan kijken. Superleuk film. Oh ja, wij hadden de film in 4DX. En dat is erg leuk. Erg leuke toevoeging op op de filmbeleving. Ik persoonlijk vind het 1-2 keer per jaar eigenlijk wel prima. Ik zit eigenlijk, een beetje ouderwets, ik zit eigenlijk liever gewoon zonder 3D-bril in de gewone, liefst grote stoel film te kijken. Maar het 4DX-verhaal, het voegt al wat leuke dingen toe. De schrikmomentjes die hierin zitten, die zijn extra, wat extra aangezet. Hè. De stoel die springt een beetje mee. De flitslampen aan de zijkant aan de muur. De stoel beweegt van links, rechts, voor, achter, boven en beneden. Komen wat windvlaagjes langs je hoofd af, hè? In sommige gevallen. Het kan waaien in de zaal. Er komt rook in de zaal. Het is gewoon een extra leuke ervaring. Absolute Cinema Experience 4DX. Op een gegeven moment, in een erg heftige achtervolgingsscène, had ik iets van, nou, mag wel iets minder. Ik word bijna misselijk, maar dat is de leeftijd, denk ik. Maar erg leuke ervaring.
Dus al met al een dikke aanrader. Ghostbusters Afterlife is een erg leuke film. Ik geef hem een dikke 9. En die geef ik niet weg. Bedankt voor het kijken. Wil je meer filmreviews zien? Wil je wat tech-updates zien? Wil je een unboxing zien? Ik doe werkelijk van alles. Abonneer je op dit kanaal en vergeet niet te liken. We're closed.